vandaag moeite om op gang te komen. Het is al bijna half één. Ik heb nog vrij weinig gedaan. Ik heb alleen nog wat gegeten. Ik bestel nog maar een coconut shakeje. Ik mag niet klagen. Ik heb gisteren dus die Viagra gel geprobeerd. Maar ik heb dan heel de nacht hoofdpijn en niet kunnen slapen. En daar ben ik nog steeds een beetje van aan te herstellen. Ik heb al echt een aantal vrouwen ontmoet, waarvan ik de volgende dag wakker word en dat ik denk van nee. En elke dag voel jij je steeds meer eenzamer. Ik vind het dus leuk om iemand te ontmoeten en dat ik dan daar een beetje intiem mee kan zijn en dan een stad mee kan verkennen. Nou, dat werkte in het begin heel goed, maar nu ik in partijen ben, het is een kwestie van geduld. Maar je kan ook zoiets hebben, ja, ik ga naar een andere plek. Ik kom bij de grote weg. Dat zijn die bussen. En dat wil ik eens even keren uit gaan proberen. Geen idee waar ze heen gaan, maar ik ga er gewoon in en dan zie ik al waar ik terecht kom. Volgens mij kun je ze gewoon stilzetten. Komt er een aan. Voor het eerst dat ik zo ver van het strand ben, zo ver weg van mijn hotel. Geen idee waar ik heen ga. Wat ik aan het doen ben. Fish market. Fish market? Yeah, market. Seafood market. Okay, I will just look around. Thank you. Bye. Bye. Ik ben niet zo fan van een fish market. Maar ik ga toch even een kijkje nemen. Vriendenbar. No, thank you. Oké, dat was heel even kort de vismarkt. Er hangt daar een visgeur. Daar hou ik niet van. Het ziet er allemaal uit als Thailand. Overal verkopen ze de Thaise voedsel. Ik heb wel een idee. Ik wil prostituees aanspreken op de boulevard in Pattaya. Ik heb natuurlijk de Insta360. Het probleem is dat die te opvallend is. Er brandt daar een lampje, maar die heb ik afgedekt met tape. En hij is nog veel te wit. Dus ik wil hem zwart spuiten. Ik sta hier bij een gebouw en ik vraag me af wat het is. Ik ga even een kijkje nemen. Het ziet eruit als een soort van Boeddha, maar dan de Chinese variant. Oké, ik ben al heel ver weg van Pattaya. Dat was niet de bedoeling. Op een gegeven moment zag ik boord de Bangkok staan. Toen dacht ik van oké, nou moet ik er echt uit. Daar gaat mijn busje. En ik ga heel even kijken wat er aan de overkant te doen is. Ik zit op een lokaal gebied. Dat houdt in dat ze hier geen westers voedsel hebben. Do you know noodle? Noodle, yes. It's noodle and rice noodle. Ik heb een lekkere Thaise noedelsoep besteld. Het ziet er zo uit. Hallo? Can you speak a little bit English? No. Is this and then black? Black. 40 baht. 75 baht. Okay, I want this. This is better. What the f***? Dat ging niet helemaal zoals gehoopt. De verf ging dwars door het plastic heen. Ik hoop dat hij het nog doet. Hello. What? I just walking around. Go meet you short town. Really? Yeah. You have room? I have room. Where? Okay, but I want your number, okay? I will think about it, okay? Thank you. Hello.
Hello. How are you, my friend? Very good. Where are you going? Just walking around. And you? Bangladesh, go with you. Really? Yes. Where are you come from? I am from Isan. Okay. And you? From the Netherlands. No. It's next to Germany. Oh, next to Germany. Okay. Where are you staying? But I want your line, and then I can think about it. Is that okay? Well, not now. Hey, no problem. I like you. I'm just walking around. And you? I'm waiting for you. Waiting for me? Where? How are you? Yeah, good. Where and, you come from? Netherlands. Are you fully Thai? Thailand, but Isan. Hmm? Thailand, but Isan. Okay. Okay, you have it, right? Okay. Thank you. For you. Yeah, for you, not you for me. Hello. Are you okay? Uh-huh. Yeah? 1,005. 1,005? Yeah. Okay. No, you put the camera. No. No. Good. Hey. Stop. Why? Shut up. Fuck you. It's no good. Fuck you. Fuck you. I can call the police now. Shit. Thank you.